mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten deel 9. En vandaag op jullie verzoek gaan we rijden met vierkante wielen. Laten we testen. Daar gaat hij dan. Comfortabel hoor. Oh, de handrem stond er nog op. Misschien dat beter rijdt. Weet je wat nou het voordeel is van deze vierkante wielen? Nou? Je kan altijd makkelijk de weg terugvinden. Ja, dat wel. Deze wielen beginnen toch ook wel aardig te verslijten, zeg maar. Als we misschien een beetje meer gang hadden kunnen maken, dan was het misschien wel gelukt. Maar ja, wat ik net reed was echt het hardste wat hij kon, want hij trekt het gewoon niet. Ik was in zijn één en dan stampen onderin, zoveel mogelijk als het ging. Maar hij ging gewoon niet harder. Ik denk, ik probeer in zijn twee over te schakelen. Nou ja, dan viel hij meteen stil. Ja, ik weet niet. Het lijkt wel dat vierkante wielen best veel weerstand hebben. Die rolweerstand is niet best, nee. Vierkante dingen rollen nou eenmaal niet zo makkelijk. Nou, het lijkt erop dat in ieder geval die achterwielen, ja, die worden natuurlijk niet aangedreven en die willen echt niet rollen. Die houden het zo erg tegen. Dus wat we nou gaan doen, we gaan die achterste vierkante wielen eraf halen en daar gewoon ouderwetse ronde wielen op zetten. En dan gaan we eens kijken of we dan toch met vierkante wielen hier doorheen kunnen rijden. Zou mooi zijn, toch? Nou, ik trek hem even los. Had je hem nou aan de bumper vastgemaakt? Ja, maar het sleepoog konden we niet meer bij, hè? Nou, de auto is weer losgetrokken. We hebben achter eventjes ouderwetse ronde wielen erop gezet. En eens kijken of we nou verder komen, hè? Ik ben benieuwd. Laten we testen. Woohoo!
En dit krijg je nou, hè, als je je banden niet op tijd wisselt. Nee, ja, deze is duidelijk versleten. Ja. Zo, nou, dit was toch wel een grandioos experiment. Dit hadden we met z'n allen natuurlijk echt niet verwacht dat wielen eigenlijk rond moesten zijn. Nou, dit is serieus een nutteloos experiment. Maar heb jij nou nog een experiment wat nog nuttelozer is als dit? Ik daag je uit, zet het hieronder even in de comments. En wie weet doen we de volgende keer wel jouw experiment. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.